De kinderen van de carnavalsvereniging werkten hard aan deze wagen, de John Beer tractor. Het begon eigenlijk een beetje met dat de jongens uit onze groep vooral heel erg fan waren van ja, John Beer dan. En ja, dan leek het ons leuk om dat te doen. John Beer is een tractormerk. En ja, we zijn er eigenlijk allemaal fan van John Beer. Hij heet nu wel anders. Ja. Hoe heet hij nu? John Beer. Hun John Beer tractor heeft 2 jaar in een loods gestaan. Want afgelopen 2 jaar zijn hier geen carnavalsoptochten meer gehouden. 2 jaar geleden ging het niet door vanwege een storm en corona. En vorig jaar ging het ook niet door vanwege corona. Maar dit jaar gaat de optocht in Sittard dus wel door. Dat is pas op het laatste moment besloten. Opeens moesten we de wagen kijken of alles nog wel eens goed was. En ja, gelukkig was dat nog zo. En ja, kostuums opnieuw gekocht, want iedereen was gegroeid, dus niks paste meer. Maar ja, gelukkig is gewoon alles goed gekomen en staan we hier nu, dus ja. Sittard is dus een van de weinige plekken waar de carnavalsoptocht wel doorgaat. In de meeste grote steden, zoals in Venlo, Eindhoven, Den Bosch en Breda, zijn de optochten dit jaar afgelast. In Maastricht is er wel één, maar die is dit jaar een stuk korter. Het is ontzettend druk langs de route. Duizenden mensen zijn hier naartoe gekomen om naar de carnavalswagens te kijken. Om 11:55 mogen ze dan eindelijk hun John Beer tractor aan het publiek laten zien. Het is wel leuk dat de mensen toch om de carnaval geven. Had je verwacht dat het zo druk zou zijn? Nee, ik had wel iets minder druk verwacht, maar het is wel leuk dat iedereen komt. Ja, heel fijn, want ja, als er niemand had gestaan, dan had het ook een beetje saai geweest. Er zijn ook bijvoorbeeld mensen uit Maastricht of zo gekomen en ja, dat is wel leuk om te zien. Veel plezier. Dank je.